Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vooral ten westen van Nederland, op de Noordzee en ook in de westelijke kustprovincies, zien we dikkere wolken. Daar vallen een paar buien. In de rest van het land is het overwegend droog. Zo'n bui kan overigens ook wat hagel of een klap onweer opleveren. Het is koud in het binnenland, hier en daar ook nevelig met een mistbank. Dat verdwijnt vanochtend en dan schijnt de zon van tijd tot tijd. En vanmiddag kan er dan in de hele kustgebieden. In het hele kustgebied een enkele bui vallen. Ook landinwaarts misschien een bui, maar de kans is vele malen kleiner. Het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond daalt de temperatuur snel in het binnenland tot richting het vriespunt. In de nacht komen we daaronder met hier en daar 1 of 2 graden vorst. Langs de kust blijft een bui mogelijk. Morgen op meer plaatsen buien. Winters karakter, kans op hagel en natte sneeuw. Misschien ook onweer. 3 tot 5 graden magere middagtemperatuur. Dan ziet de vrijdag er een stuk fraaier uit met meer zonnige momenten. Alleen in het oordwestelijke kustgebied nog een enkele winterse bui. Maar verder is het droog, 3 tot 5 graden. Ook zaterdag nog vrij lage temperaturen, met laat op zaterdag van het westen uit regen. En die zal de koude lucht verdrijven. Zondag is het 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.